De pas gerehabiliteerde Toetlifo-kanaalweg in het resort Houtuin moet wegmeubilair krijgen. Dit zegt parlementariër Miguel Lahuur. De weg verkeerde hele tijd in deplorabele staat, maar is weer goed begaanbaar. Het wegmeubilair is echter hard nodig omdat het een kinderrijke buurt is. Ik ben zelf van het gebied, dus ik rijd dagelijks over deze weg, de Toetlifo-kanaalweg rechts. Vandaag aan de dag is de weg gerehabiliteerd, zeg maar. Maar we merken dus dat er toch wel behoefte is aan wegmeubilair, vooral als het gaat om drempels. Want de weg is nu aan één stuk heel goed. En u weet hoe we zijn als mensen die achter het stuur zitten, we lopen race. En dat gebeurt dus ook in de weg. Het is een kinderrijke buurt. Er zijn kinderen die lopen. Er is geen looppad. Dat is een van de zaken waarvoor we aandacht moeten hebben. En de weg moet tenminste één of twee drempels krijgen. Zodat we dat een beetje afbreken. Het racen van de mensen. Buurtbewoners waren van mening dat de grote vrachtwagens ervoor hebben gezorgd dat de weg moeilijk begaanbaar was geworden. Huur zegt dat de buurt nu minder moeite heeft met de vrachtwagens. Ze wijst er wel op dat zodra de wegverzakkingen vertoont, het meteen aangepakt moet worden.